Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Je Maakt Het Zelf. Onlangs heb ik een review gemaakt over de HBM 165 mm invalzaag. Naar aanleiding van die video kreeg ik een reactie van een kijker die zei van een review, maar dan zonder dat de materialen zijn gezaagd. Dat vond ik eigenlijk wel een goeie. En daarom gaan we in deze video materialen zagen met deze invalzaag. Ik heb hier voor me een aantal materialen liggen. Het is multiplex, MDF, gelamineerde spaanplaat en vuur. Dit gaan we stuk voor stuk zagen en dan gaan we kijken wat het resultaat is, maar ook zeker wat de kwaliteit van de zaagsnede is. Nou, we hebben hier allereerst het stukje vuur wat we gaan zagen. Dat is eigenlijk een plank, maar even gewoon voor het materiaal. We kunnen gewoon kijken hoe makkelijk de zaag daar doorheen gaat komen. Natuurlijk dragen we gehoorbescherming, dat is even niet op beeld. Maar ik draag het absoluut. En dan gaan we zagen. Nou, mooie zaagsnede, komt er prima doorheen, eigenlijk een centje pijn. Nu gaan we dus vrij kwetsbaar materiaal zagen. Gelamineerd, dus ja, dat wil zeggen dat er een plastic laagje overheen zit. Altijd net iets lastiger. Ik vind het niet tegen van. Nu gaan we MDF zagen. MDF is natuurlijk een vrij compacte houtstructuur. We gaan eens kijken hoe dat werkt. Dat ging helemaal prima. Zaagt buitengewoon makkelijk. Al is het 12 mm, maar MDF zaag je zo doorheen. En dan hebben we hier multiplex. Multiplex zijn natuurlijk allemaal houtlagen die op elkaar verlijmd zitten. En dan gaan we eens kijken wat die daarin doet. Valt niks tegen. Dit is de rand die ik gezaagd heb. Al met al zaag ik dus vrij makkelijk door al deze soorten hout heen. Ik ben er wel achter gekomen dat ik toch even een nieuw zaagblok moet bestellen. Want zeker bij dat gelamineerde spaanplaat heb ik al eerder gezaagd met deze zaag. Ging wel net iets beter, maar hij zit er al een behoorlijke tijd in. Dus goede reden om een nieuwe zaagblad te kopen. Bedankt voor het kijken. Hopelijk was dit een zinvolle invulling, of eigenlijk aanvulling, van de review die ik eerder heb gemaakt. Bedankt voor het kijken en tot snel bij een nieuwe video van Je Maakt Het Zelf.